It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. En vandaag spelen we de allereerste game op mijn PC, namelijk City Skylines. Dus als je dit natuurlijk nou leuk vindt, laat dan even een blauw duimpje omhoog achter. En dan kunnen wij natuurlijk doorgaan met de serie. En laat ook even achter wat we moeten gaan bouwen. Maar we gaan dus eerst beginnen met het noodzakelijke. En we moeten hier dus een weg aan gaan leggen. Dus even kijken, dat gaan we dan ook maar doen. Dus maak gewoon twee lange weggen zo. Dat is één. En dan doen we even zo. Gaan we hier ook nog een keer trekken? Nee. Zo. Oké. Dan gaan we hierheen. En ik ben van plan dit niet elke dag te uploaden. Maar dit moet meer een wekelijks iets worden. Laat maar zeggen dat ik het gewoon één keer per week ergens upload. En dan kunnen we gaan kijken wat het doet. Dus laat sowieso even je blauwe duimpje omhoog achter. Dit is ons land wat we tot nu toe hebben. Waar je die vierkantjes omheen ziet. En eigenlijk als je hier naar gaat kijken lijkt het best wel een lul. Maar ja, oké. Dus we gaan hier gewoon even mooi vierkante weg bouwen. Zo. Zodat we natuurlijk dat mooie vierkant hebben. Oké, we moeten dit eens even slopen. Dit is te lang. Oké. Dan gaan we hier ook nog wat weggen neerleggen. Zodat er meer huizen gebouwd kunnen worden. Zo. Dan doen we dat hier ook. Zodat er wat meer huizen gebouwd kunnen worden, laat maar zeggen. Dus dat is wel mooi. En in het begin van deze game, zoals je al hier ziet, waar ik mijn pijltje nu heb, hier, daar, oh, ik ga steeds verder, lol. Nee, waar ik hier mijn pijltje heb, dus die komt steeds in de min te staan. Maar als ze nou eenmaal, ik zet even de tijd op stop, want nu gaat de dag gaan vooruit. Maar, steeds, moet je, laat maar zeggen, hoe noem je dat? Dingen bouwen waardoor jij geld krijgt voor jouw, voor jouw stad, waardoor je weer nieuwe dingen kan neerzetten. We gaan dit ding, dat is een watertoren, die zetten we aan het begin van de stad hier neer. Die zetten we daar neer. En doe deze, die staat hier, dan doen we hier nog één, zodat ze gewoon genoeg water hebben. Even kijken. Ja. Maar nu moeten we het dus aan gaan leggen met een riool. Dus dat is ook dit. Dat leg ik altijd gewoon. Zo, onder de weg. Wacht hoor. Zodat iedereen dan gewoon water heeft. Nee, dit gaat niet helemaal goed. Zo. We moeten ook natuurlijk zorgen dat er energie in de stad is. Dus dat daar moeten we even voor zorgen. Maar dat doen we dadelijk wel. Kijk, nu is hij goed. Kijk, nu kan hij mooi over de weg lopen. Dan heeft iedereen gewoon tegelijkertijd ook. Oh. Dan heeft iedereen ook tegelijkertijd water. En dat moet je natuurlijk ook hebben. Iets meer hierheen, zo. Want zoals je ook ziet, dat blauwe wat daar omheen zit, dat is de straal die het water dus heeft. Maar dat is wel belangrijk. Oh. Hier doen we het ook natuurlijk. Oh.
zo. Deze moet ook even hierheen trekken. Deze kan niet helemaal precies op die lijn daar zo. Dus deze daar geknapt nu. En deze nog. En dan deze. Zo. Oké, nu is alles dus hier geconnect met water. Alleen moet het nou... Kijk, het probleem is... We hebben hier dus wel water. Dat klopt. Alleen, we moeten dus naar het water toe kunnen komen. Voor dit ding. Dat is het probleem. En we hebben dat stuk land nog niet. Dus wat we dus nu gaan doen, we gaan eerst even huizen bouwen hier zo. En ik denk dat ik hier ook nog even een weg aan ga leggen. Dit zijn voor snelwegen, maar die heb ik allemaal nog niet. Kruispunten. Nee, we gaan hier nog even zo'n weg doen. Dat ik kan zeggen, even kijken, zo. En dan moeten we even een hoek hebben. Die. Zo, en dan weer lange. Zodat... Dit staat dan met elkaar verbonden. En dat doen we dan... Laten we hier ook nog even een wegje maken. Zo. En dan doen we ook deze. Nee, hij is toch schuin. Waarom doet hij nou niet wat wil? Zo. Kijk, want dat, dan is het voordeel. Even kijken, staan de stoplichten? Nee, er staan nog geen stoplichten. Dan is het voordeel dat jij, even kijken. Dit hier moet bewoond worden, dit ook. Zo, gewoon even. Oh, nee. Dit gewoon, die. Laten we even eerst alles aanvinken wat bewoond moet worden. Als we dat hebben gedaan. Nee, in het midden gaan we geen mensen laten wonen. Hier wel. Laat ook even in de comments even een leuke stadnaam achter hoe we het kunnen gaan noemen. Dit zijn allemaal huizen. Dit wordt gewoon een woonwijk. Ik weet niet wat dit is. Maar dit is een winkel. Maar die hebben we ook wel nodig. Dus plaatsen hier wat winkels. Zo. De industrie die komt later... ergens anders. Dat komt als het alles doorwerkt. Oh, hier hebben we water. Wacht, we gaan eerst even kijken of ze gaan zeiken of ze water nodig hebben. Dus dat gaan we dadelijk wel even kijken. Oké, we gaan nu de tijd laten lopen. Als het goed is. Gaan we dan... Ja, kijk, nu gaan de huizen komen. Kijk, er wordt een huisje gebouwd. Het gaat mooi, hè? En dan, als het goed is... Kijk, hier wordt nog een huisje gebouwd. En dan staat er bijna een huis. Kijk, nu wordt afgebouwd. En dan is er een huis. Opeens. Dat is de logica van City Skylines. Dus hier wordt nou lekker, worden lekkere huizen gebouwd. Dus dat gaat mooi verder. En, ja, wat we dan nog kunnen gaan doen... Is die waterleiding aan gaan leggen. Naar het water toe. Dus we gaan eerst dit ding hier plaatsen. Zo, en dan gaan we dit aan één stuk door laten lopen. Naar dit ding. Zo. Dus wat je nu ziet, is dat water wat hier wordt gepompt, komt door deze leiding. Die gaat... kijken. Die gaat zo in deze stad. Zodat, kijk, ze ziet nou ook het water lopen. Dus iedereen heeft nu water. Alleen,
Zijn ze nou om stroom? Ja, oké, ze hebben stroom nodig. Wacht even hoor. We gaan dus... hier zo wil ik het industrieterreintje hebben. Dus daar gaan we dan ook een weg naartoe bouwen. Oké. Dan gaan we het hierheen bouwen. Oh, kut. Ik moet dit even slopen hier zo, want dit is niet helemaal goed gegaan. Dit moet allemaal weg hier. Oké, nu kan ik het wel weer doen. Deze moet ik hebben. Zo. Dit stuk wat hier komt te liggen wordt eigenlijk gewoon vervuilde grond. Oké. Dan gaan we hier een... Ik heb niet genoeg. For fuck's sake! Ik heb niet genoeg geld. Nou, dan moeten we hier een stroomkabel neerzetten. Kijk, wat missen ze allemaal dan? Ik snap niet wat ze missen. Ik snap echt niet wat ze missen. Dus dan ga ik gewoon even deze keer afsluiten voor vandaag. En dan ga ik even op internet zoeken wat ik nu nog moet doen. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht ze natuurlijk genoten hebben, laat dan alsjeblieft een blauw duimpje omhoog achter. En dan zie ik jullie ook bij een van de volgende video's. Jongens, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later.